Hallo, ik sta met Peg in Salou in Spanje. Goedendag, leuk dat jullie weer kijken. Deze keer hebben we pech, worden we afgesleept, zijn we in La Mecha de Mar en slapen we in het hotel. Ben jij er ook al verstand van? Omdat het zondag was, werden we eerst teruggebracht naar de camping. De dag erna begon het hele circus opnieuw en werden we naar de garage gebracht. Gelukkig kreeg ik duidelijke aanwijzingen van onze Spaanse chauffeur. De eerste nacht hebben we geslapen naast de garage. Gelukkig mochten we van de eigenaar stroom gebruiken. Hier en daar stond nog wat rommel, dat moest nog opgeruimd worden. Uiteindelijk bleek er een kabel kapot te zijn tussen de versnellingsbak en de versnellingspook. Die moest helaas uit Madrid komen. Dit zou 3 dagen duren, daarom zijn we op zoek gegaan naar een hotel in La Mecha de Mar. Drie dagen in het hotel zitten is ook niet alles, dus we zijn op zoek gegaan naar de leuke dingen in La Mecha de Mar. Eerst nog even een workout op de boulevard. La Mecha de Mar is een authentiek dorpje waar ook nog aan visserij wordt gedaan. Iedere dag is er een visveiling, behalve in mei en juni. Wel zijn er veel hoogteverschillen in het centrum. Terug in het hotel zijn we nog even bij het privéstrandje wezen kijken. En nog een berg beklommen. Boven komen, joh. Ben ik er al? Bijna. Nog een klein stukje. Vanaf het strand de garage gebeld. En wat denk je? De auto is klaar. Vol bepakt nog even 3 kwartier teruglopen naar de garage. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer!